Een compleet slagveld vrijdagavond in Haren. Vernielingen, brandstichtingen, vechtpartijen en tientallen gewonden. In totaal waren er zo'n 3.000 tot 5.000 mensen naar Haren gekomen. Een klein groepje daarvan begon te rellen met chaos en ravage tot gevolg. 500 man politie moest eraan te pas komen om de orde te herstellen. 34 relschoppers zijn opgepakt, de meeste voor openlijke geweldpleging. In de Facebook-oproep om naar Haren te komen stond een verwijzing naar Project X. Project X is gewoon een film over een uit de hand gelopen feest. En ook, dat zei jij, over die filmpjes die je ziet van Haren, doen ze ook gewoon eigenlijk heel veel dezelfde dingen als wat ze in die film deden en in Haren. Dus het is gewoon, ja, kopieergedrag van een film. Wat doen ze nou hetzelfde wat ook in die film te zien is? Auto's in de brand steken en zo. Dat... Dingen in de brand steken. Slopen. Op Facebook verscheen al vrij snel nadat de rellen in Haren uitbraken een uitnodiging om eind oktober naar Gouda te komen om er daar net zo'n groot feest van te maken als in Haren. Het bericht is verstuurd aan 30.000 mensen. Het kan hier ook zo makkelijk verkeerd lopen hier op straat, ja. Dus ja, de feest van die in Groningen is gebeurd, daar kunnen ze wat van leren en meer hier toezicht op straat zetten. Dus je vindt dat de politie daar groot op moet inzetten om te kijken van, dat het hier niet verkeerd gaat straks? Ja, dat is de beste oplossing. Meer politie erbij, meer toezicht op straat. En dan kun je ook makkelijk dingen oplossen. Want overal waar je meer dan 10.000 man hebt, in elke discotheek of kroeg is er altijd wel... Dus ja, hoe meer mensen, hoe meer gezeur, om het zomaar te zeggen. De gemeente Gouda heeft Omroep West laten weten de oproep voor het feest uiterst serieus te nemen. De gemeente gaat binnenkort met onder meer de politie om de tafel om te kijken of er maatregelen moeten worden voorbereid voor het geval dat. Het is nog onduidelijk wie de oproep over Gouda op internet heeft gezet.